Ja, ik wil ze heel hartelijk bedanken voor hun keiharde werk en ook de regering dat ze dit in stand hebben gebracht. En ik dank ze echt diep uit mijn hart, want ik ben echt heel erg blij. Dit is Witsandi, een inheemse dorp op steenworp afstand van de internationale Johan Adolf Pengel luchthaven, een kleine 45 kilometer ten zuiden van onze hoofdstad Paramaribo. Dit dorp, waar de dagelijkse bezigheden een combinatie zijn van een traditionele en moderne leefstijl, telt iets meer dan 100 huishoudens. Maar het dorp trekt de laatste tijd vanwege zijn gunstige ligging aan de John F. Kennedyweg aardig aan om er te wonen en te werken. Het was niet voor 2015 dat deze leefgemeenschap in Para voor het eerst aansluiting vond op het netwerk van de Surinaamse waterleidingmaatschappij. Witsandi heeft water en de SWM-aansluitingen zijn in volle gang. Twee jaren lang gewacht, maar ik ben echt heel erg blij. En ik ben ze ook dankbaar. Ik ben Harry Prasad Prawees, hoofddistributie Zuid. Het gebied richting Saramaka-kanaal naar het zuiden toe. We zijn nu vandaag op Witsandi. En we zijn bezig met de aanleg van de aansluitingen van de mensen op Witsandi. We zijn begonnen in oktober ergens met de aanleg van de hoofdbuizen. En we hebben zo'n 6 kilometer, iets meer dan 6 kilometer aan leiding aangelegd in dit gebied. Nu is het zover dat de mensen voorzien worden van water. De aansluitingen worden geplaatst. We zijn vorig weekend begonnen hier op Witsandi en we hebben intussen 83 aansluitingen vorig weekend geplaatst. Vandaag gaan we nog door. We komen nog op zo'n 90. En hoe de aanvragen binnen zullen komen, gaan we nog door met de aansluitingen van dit gebied. Zoals SWM landelijk al bezig is, hebben we Witsandi niet vergeten. We gaan verder met de mensen hier. Ze zijn niet ver van de stad, dus hun kunnen we sowieso niet buiten dit boekje laten. De aanvragen zijn gedaan via de kapitein van, van dit dorp, Witsandi. En we hebben dan de aanvragen gekregen. Deze mensen hebben een termijnregeling gekregen voor het betalen. Ze mochten dan in 5 termijnen de aansluitingskosten voldoen. De eerste betaling is dus reeds geweest en nu kunnen ze dan dat verder gaan voldoen. Intussen hebben ze al water. Wat ik wil meegeven, dat ze dan zeker heel zuinig moeten omgaan met het water. Het product wordt heel kostbaar gewonnen. Het is heel kostbaar, het wordt heel goed gewonnen en gaat met veel kosten gepaard. Gebruik het goed, de drukken zijn hier uitstekend en blijf je rekening regelmatig betalen. Voor kapitein Patrick Mali, die zich vanaf dag 1 sterk heeft gemaakt voor de komst van nutsvoorzieningen naar zijn dorp, is de komst van SWM in Witsandi meer dan een mijlpaal. In één woord, heel, heel prima. Ik heb geen overheden gezien toen. Was van deze en in deze en in het bijzonder de directeur, meneer Oosterling. Met medewerking van het ministerie van OWTNC zijn reeds vergevorderde plannen om met de bouw van een brug de aansluitingen aan de overzijde van deze kreek verder uit te breiden. Om de SWM-vlotter hun werk te laten doen, nou, ze moeten optimaal de vergaderingen van de dorpbestuur bezoeken, zodat ze geïnformeerd worden wat de volgende stappen zijn. We weten dat er nog een fase is die aangelegd moet worden. Ik heb het al gezegd, er zit een stukje die nog door de OW gekofferd moet worden. En van daaruit wil ik zeggen aan de mensen die over de kreek hun percelen hebben, om niet teleurgesteld te zijn. Ik werk ernaartoe samen met de SWM om het zover te krijgen dat zij er zelf nog aan de buizen komen. Toch? Dus, en ik heb er geloof in. Nou, als het gaat over water, je weet dat water heel belangrijk is voor de mens. En jaren hebben de mensen gepinaard over water. En vooral het uitbreiden van het dorp. En heb je locaties als deze die helemaal geen water gaat. De SWM moest water komen brengen met transport en zo. En het duurde even. En mensen pinaarden echt. En op een gegeven ogenblik, ja, is het zover. Men heeft naar ons geluisterd natuurlijk en de overheid heeft gehoor gegeven en natuurlijk hebben ze gevoel gehad.
Niet om anderen tekort te doen, maar de regering heeft zijn best gedaan. En dit. Ik voel me tenminste heel gelukkig. We hebben in 2015 ook aansluitingen gemaakt op Witsanti. Dat is gebeurd aan de oostelijke kant van de Kennedyweg. En daarna hebben de mensen van deze kant ook aanvraag gedaan. Dat is geweest na het project van Hollandse Kamp. En toen is het eigenlijk begonnen dat na Hollandse Kamp dan deze mensen, de kapitein, ook heeft benaderd, de directeur heeft benaderd om dan dit gebied te voorzien van drinkwater. Oké, en Witsanti, we willen een schot voor de boeg. Is er na Witsanti in dit gebied, in deze contreien, nog een dorp dat ook wordt voorzien van permanente watervoorziening? Zijn er aanvragen binnen van de verschillende kapiteins of basjas of dorpshoofden? Van dit gebied niet meer. We zijn wel in Powaka bezig geweest en we gaan, denk ik, wel op Powaka bezig zijn. De mensen hebben al water daar, maar de aansluitingen zullen ook worden bemeterd. Hoe moeten we dit werk zien? En daar wil ik een concrete vraag stellen en dan gaat u me een concreet antwoord geven. We horen de kritiek buiten van ja, de drive is zo hoog. Het zal zeker te maken hebben met politiek. Heeft dit te maken met de politieke verkiezingen die aankomen, meneer Harry Persat? Of doet de SWM gewoon conform haar taakstelling haar werk? Heeft u helemaal gelijk. De SWM doet conform haar taakstelling haar werk. Dit is zo omdat we iedereen in Suriname willen voorzien van goed, gezond drinkwater. Ja, snel. Geen water vermorsen hoor. Want je weet, er is geen water, anders moet je gaan showen. Dat is het probleem hoor. En vooral als je naar het toilet moet gaan, dan moet je showen met emmers. Het is echt frustrerend. Maar ik ben echt blij. Nu is het gewoon een slang koppelen en water. Ik zou zeggen, de mensen moeten dit echt erg koesteren. Want het water is heel belangrijk voor de dagelijks behoeften van de mensen, ook voor de kinderen in de buurt. Je ziet een heleboel kinderen hier in de buurt. Gezond water, hygiënisch bezig zijn is altijd belangrijk, ook voor de volksgezondheid van ons land. En ze moeten vooral heel zuinig zijn met het water. Het wordt heel kostbaar gewonnen. Het heeft te maken met een heleboel issues wat gepaard gaat vooraf zuivering, winning, zuivering en daarna ook distributie daarvan. Dus wees er heel zuinig op, niet zo onnodig kranen open laten staan. En zorg ervoor dat u waterrekening op tijd betaalt en daardoor wordt die nooit ook afgesloten. Ik bedoel, SWM nog komt pot. Een kraan die naar een pijp voor zussen. Die dingen moeten betaald worden toch. En ja, als if de man hebben middel of op tjinsu sa de man abi, dat tjinsu dat de mij doet, is abi toch. Dus het is een kwestie van geduld, de mam hoor geduld. Watra, nou wang, in mijn heer libi misaptak watra, nou wang basis libi sali, die alle libi san sande, libi sma meti ini wang sani. Dus nou wang recht fu alle libi sma in grond tapu, fu ap watra. Dus te den rokoman fu SWM, sa edu falak bung roko, me lespeki le man. Ik heb een power to zijn bij de bakken. De man doet zijn best, de man is gemotiveerd. En zijn machine, tenminste de man, zijn committee, zijn taki. De man wani en de man wan jeep libisma. Omdat de man schreef verstand aan noodzaak voor water. En als ik bij een pet nou dan ben ik voor een je de man. Dus dan tak voor ook bij de man, hij doet vaarlijk zwitte boem roko. En ik hoop zo taki in na kondre. Alla den orga sa kondre abi, alla den bedrijf, den chin orga, biji orga, kontap aan niveau, sang ikan taki den kan strain langa doro se kondre, tap aan niveau taki, den e ondre no antra doro se kondre, umus kontap aan level dati. Misap taka pasi langa ete, ma ude tapa boom pasi. SWM na wanf den orga, sang ikan taki, da fesik ba tapa pasi dati, fumiti a level dati. Mi bete iwan ti uro komafi, hoe SWM taki meer voorspel, meer aan de voorzijde waar zegt er aan de wand dat hij. Omdat ik schrijf ik moppen uit de industrie toe en ik zie een niveau voor door de zee. En meer voorspel dat SWM op door een level per de rokoman. Of wat op een gegeven moment ook doen naar een laptop, naar een GSM, naar een GPS systeem, alle dat soort modus aan dat hij. Ten wam ola fu akondre pe not no de fu toch man du den roko. Dat me voorspel je SWM. Taki SWM o doro wan niveau pe tra bedrijf. Eigenlijk de kan tek bigi score drape. Mi wan set wan productie
Maar rondaf, mijn man zit van een productiebedrijf. Per product of mekki, zijn ook de made in Suriname. En dan aan markt, aan woeien zou we gaan bestrijken naar Sranafosi, Caribisch gedeelte. En dat we gaan gaan braden aan Safu Nufu, aan historie, ten Afrika, voor luku en woeien de jape, voor ook te leverdrapen product. Je verstaan, u nou man streen aan de bij tigri voor Azië, maar zijn Sranaman kan mekki voor een schrijfje. Want ik vergeet niet dat een jong black boy van 19 jaar, zei Charane Jan Ernst. Na fos black man zijn met een machine in haar grond op een fos machine zijn bij met soesol. Maar Sranaman, in na katipoteng. Dat je verstaanbaar of haar oude. Sranaman, speciaal route black man not dong. Zonder voor aan de etnis, maar Sranaman u not dong. Maar we moeten power schrijven. Natuurlijk is het op zijn plaats om de SWM-werkers die nu de klus klaren bij het aansluiten van huishoudens en Witsanti een compliment te maken om ook dit stukje Suriname van gezond drinkwater te voorzien. Nou, de werkers zijn heel gemotiveerd. Ze weten dat we landelijk bezig zijn. Ze zijn bezig met het goed werk. Het is een werk waarbij je de zegen van de mensen sowieso krijgt. Het is een dienend werk dat ze verrichten. En ze zijn heel gemotiveerd om dit werk te kunnen doen. Ze zijn weekenden bereikbaar gevonden om dit werk te kunnen doen. De aansluitingen kunnen plaatsen voor de mensen. En ik heb al eerder over gesproken, 83 aansluitingen in 2 dagen, zaterdag en zondag vorige week. En dat is nu minder geworden nu, dat we dan de 83 hebben gedaan. En zijn dan verder gegaan dit weekend op deze dag. Het water wordt met veel zorg gewonnen en gezuiverd. Voordat het water bereikt, de klanten thuis bereikt wordt, gaat het een bacteriologisch proces. Het gaat naar ons lab. Het lab gaat monsters trekken. Na het trekken van de monsters worden deze buizen dan vrijgegeven om aangesloten te worden. Sorry. En daarna worden die aansluitingen gedaan op het water. Dat wordt ook hygiënisch gedaan. Al de mensen die werkzaam zijn binnen het distributiegebeuren en ook daarbuiten die direct in contact komen met het drinkwater, worden gekeurd op foodhandlers, ondergaan een foodhandlerskeuring. En dat wordt regelmatig gedaan, waarbij we zeker zijn dat deze mensen met zorg het product behandelen. De SWM doet conform haar taakstelling haar werk. Dit is zo omdat we iedereen in Suriname willen voorzien van goed gezond drinkwater. En dat kunnen we dan wel doen. SWM is nu hard bezig, dus we moeten niet kijken naar politieke kleur of zo. We zijn bezig om iedereen te voorzien van water, ongeacht politieke partij of wat dan ook. SWM is bezig met het technisch gedeelte om mensen te voorzien van water. Yere mi e karune, langa mi wangana je, rani mi sa.